ik kan eindelijk mijn schoorsteen oplossen. Ah, dat probleem had ik al zo'n tijd. Au, 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 au. Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. En... ik weet niet waarom ik dat zei. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn vandaag gewoon weer lekker thuis. We hebben de monster truck hebben we nog staan van de vorige aflevering. Ah, ik hoop dat jullie die allemaal leuk vonden. Maar in ieder geval, welkom, welkom, welkom. Je bent zo welkom als jij... wint, dingetje. Welkom. Ik heb vandaag toch zo'n leuke planning weer. Ah, ik heb zo mijn best gedaan om die nieuwe ideetjes voor jullie te bedenken. En ah, dat heb ik zo... Ik heb daar toch zoveel zin in om dat allemaal aan jullie te laten zien. Maar voordat de video begint wil ik even weer wat vertellen wat ik altijd doe. Hey, als je in de comments zegt ik ben geabonneerd en je bent daadwerkelijk geabonneerd, dan like ik hem. Dus gaan we nog een keer doen. Abonneer op het kanaal. We hebben inmiddels zoveel abonnees. Ik zeg altijd zoveel abonnees, zodat ik later als ik de video's terug ga kijken, dat ik zie hoeveel abonnees ik toen had. Hoe leuk is dat? Maar abonneer even. Plaats een reactie waarin je zegt ik ben geabonneerd. En like de video. We gaan voor 4000 likes. Dat is zo ontzettend veel. Ik weet niet of we dat gaan halen. Maar 4000 likes, let's go! Het is misschien een keertje tijd dat ik deze foto's ga vervangen. Ik weet nooit wie die mensen zijn, maar ja, toen ik het huis kocht, toen stonden ze er al. Dus ik heb ze maar gewoon laten staan. Goed, kijk eens, mijn plan vandaag, weet je wat het is? Ik doe altijd zo mysterieus over wat ik ga maken. Maar 9 van de 10 keer hebben jullie daar al de titel en de thumbnail gezien. En dan weten jullie al lang wat ik ga doen. Maar ik ga het niet zeggen, het is super geheim wat ik ga doen. Het heeft met water te maken, maar ik ga nog steeds... En dan weten jullie nog steeds niet wat het is, want ik zeg het nog steeds niet. Oh, wat rijdt deze eigenlijk lekker, hè? Het is zo fijn. Oh, de vorige video waarin ik deze heb ik op muren gereden. Dat was zo ontzettend cool. Hij is zo snel ook. Zullen we zo mee rondrijden? Yeah! Yeah! Oh, oh! Naar het water. Maar nu ben ik in het water. Oh, ah, ah. Oh, kijk eens. Nee. Dit is toevallig wel precies waar ik heen wilde. Maar nu ligt hij. Kijk, je ziet hem nog. Ah, daar ligt hij nu onder water. Ik ben wel echt van heel ver gekomen. Ik vloog helemaal vanaf daar. Ah, wat een sterke auto. Nou, ah. Nou, anti-zwaartekracht monster truck. Het was een leuke tijd die we samen hebben gehad. Maar aan alles komt een einde. Je bent nu één met de visjes. Nou, we hebben een leuke tijd met hem gehad. Maar dat verhaal is helaas voorbij. Maar goed, kijk eens. Dit is toevallig precies waar ik heen wilde. Want, althans, wilde ik hierheen? Hè? Huh? Ja, dit is wel ongeveer waar ik heen wilde. Ik wilde hierheen namelijk omdat ik iets met het water ga doen. Kijk, hier wilde ik heen. Deze plek. Hier is namelijk waar ik een keer... Ik heb vorige keer een keer een speedboot gemonteerd. Volgens mij heeft die echt iets van 70.000 weergave of zo. Maar ik dacht, weet je wat? Ik heb iets coolers dan een speedboot. Ik ga iets veel coolers monteren, kijkers. Maar ja, daar heb ik eigenlijk eerst... Moet ik daar een jetski voor hebben. En die staat hier niet. Dus ik ben hier nu wel heel leuk. Maar waar is die jetski? Ik dacht echt dat ik die hier had staan, maar... waar had ik hem dan gezet? Wat stom! Oké, maar dat maakt niet uit. Als we in ieder geval geen jetski kunnen vinden, dan kunnen we er ook natuurlijk gewoon eentje maken. Dat is helemaal geen probleem om te doen. Natuurlijk, daar heb je hem! Oh, nou we hebben geluk. We hebben toch een jetski. Ah, kijk, ik wist het, want hier heb je namelijk de lifeguard. Hoe heet dat ook alweer? De zwemwacht. De zwemwacht! Die parkeert hier namelijk altijd hun dingen. Kijk, want hier kan je ook een fire hose. Dat is een vuurslang, heet dat. Vuurslang. Die kan je zeg maar hier aan vast doen. Dit is allemaal van de waterwacht. De waterwacht. Ik wil deze natuurlijk veel mooier maken. Ach, kijk hoe lelijk die is. Je bent op zich wel mooi, maar niet mooi genoeg voor Henkie. Dus wat ik dacht, ik ga er iets leuks van maken. Maar ik wist alleen nog niet wat. Dat is wel een dingetje. Ik wilde gewoon... Ik vond die bootavontuur namelijk heel leuk. En ik doe normaal... Ik heb al heel veel vliegtuigen gemaakt. Ik heb al heel veel auto's gemaakt. Heel veel motoren. Maar ik heb eigenlijk maar één keer echt een boot gemaakt. Dus ik dacht ik ga nog iets op het water doen. Want het is altijd zo gezellig in het water. Toch water? Nou, je mondgrapjas. Maar ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen, kijkers? Wow! Ah, ah, waar struikelde ik over? Ah, kijk eens, ik struikelde over iets. Wat is het? Het is weg. Hè? Het leek alsof ik over een banaan... Ah, het leek alsof ik over een banaan uitgleed. Over een bananenschil. Wacht eens even. Henkie heeft een idee. Weet jullie nog vroeger dat je altijd op de bananenboot kon? Dat je altijd zeg maar zo heel hard op en neer ging en dat je eraf viel. En dat je dan eigenlijk veel te veel pijn had en dat het eigenlijk eng was. En je durfde nooit mee te gaan, maar door de groepsdruk ging je wel altijd mee. Weet jullie dat nog? Ik dacht, wat nou? Als ik deze om ga bouwen tot bananenboot. Maar ik heb geen boot die hem kan voortrekken. Dus dan maak ik hem dat je er zelf mee kan varen met de bananenboot. Oh, wat een cool idee. Oh, ik ga snel mijn spullen pakken uit de auto die in het water ligt. Ah, ik moet helemaal naar huis heen en weer om nu mijn spulletjes te halen. Jezus, hè. Oké, kijk eens tot zo. Ik ben heen en weer. En dan, oh, dat is zo ver lopen, hè. Nou, en dan gaan we de bananenboot maken. Oké, kijk eens. Nou, daar zijn we weer. We moeten hier even opspringen. Oké, niet in het water. Kijk hier, niet in het water. Niet in het water. In. En we zijn in het water. Het is wel viezig hier.
mijn hoofd. Oké, laten we hem ommonteren. Ik heb mijn spulletjes erbij gepakt. En, meer weet ik eigenlijk niet wat ik moet zeggen. We gaan hem gewoon ommonteren. Dat wordt zo mooi. Oké, kijk eens. Ik heb hem helemaal in elkaar gemonteerd. Ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in. Ja. Yeah. Ik weet niet waarom ik dat deed. Ik ben soms een beetje raar. Maar goed, zijn jullie klaar voor de 3, 2, 1. Bam, de bananenboot. Bananenboot, waarom zit je in de grond? Oh, wat is die prachtig, hè? Kijk, ik heb er een heel stuurtje op gemonteerd. Het is letterlijk gewoon één grote bananenslurf. Vastgeplakt aan een andere bananenslurf. Met vervolgens een stuurtje van de jetski erop geplakt. Met daar twee knopjes. De ene is voor Denki noodrem, de andere voor Denki boostput. En anders zet je mee aan. En die kan 500 km per uur kan je gaan. En ik heb hier in dit achterste knopje, daar zit een soort boost of zo. Nou, of zo. Dat is gewoon de Henky boostput die eruit komt. Maar aan de voorkant zit er ook eentje. Maar dat is om een soort aerodynamische... Jullie snappen niks van wat ik zeg. We gaan gewoon heel hard en vliegen waarschijnlijk. Het wordt heel mooi. Oké, laten we erop gaan. Ah, ik heb hem zo snel ook gelijk gewonnen. Ik heb niet zoveel zin in. Nou, laten we opstappen. Ah, hoppakee. Hij staat aan. En volgens mij is hij wel een beetje gevoelig. Kijk, het stuur werkt goed. Zomaar als ik een beetje gas geef. Ho, 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 ho. Wow, ho, rustig aan. Ho, rustig aan. Hij is een beetje gevoelig. Wow, 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 wow. Wow. Oké. We moeten heel rustig even een beetje sturen nu zo, bijsturen. En dan gaan we het volle pad gebruiken daarheen, kijkers. We gaan eerst gewoon alleen... Oh, zo, merken jullie dat? Dat is één klein... Kijk, als ik één tikje op het gas geef... Oh, zie je? Oh, en achteruit ook. Hij is zelfs achteruit een beetje snel. Maar we gaan eerst het water gewoon pakken en daarna gaan we een paar sprongjes pakken. Dus in 3, 2, 1, abonneer! Wow, wow, hij gaat over de kop. Wow, wow, ik kan je niet geven. Help, help! Help! Ah, ah, oh, 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 oh. Oh, 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 kijk eens. Au, 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 ik word duizelig. Hij is me net even iets te snel, hè. Okay, we moeten rustig oppakken. Zo, Henkie, rustig. Henkie, rustig. Oh, au, 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 au. Oh, dat is het water. Wow, wow, waar gaat hij heen? Wow, wow, au. Wow, ik weet niet wat er gebeurt. Au, wow, au. Wat erg, hè, dit. Oké, laten we gewoon rustig die kant op gaan. We hebben nu het open water. Nu kunnen we doen wat we willen. Hier kan ik toch niet mee varen, hé. Dit werkt toch niet, moet je zien. Hij gaat zo snel aan alle kanten op. Hoe moet ik hier nou ooit normaal iets mee... Onder water weer. Nou, we gaan even als best zoeken iets verder gegaan. Oké, ik heb denk ik nu onder de controle. Ik weet niet zeker, we gaan proberen. Ho, ho. Oké, ja, dit gaat. Wow, oh, wow, het gaat hier snel. Oké, en rustig deze kant. Oh, niet richting het water of richting het land. Oh, het sturen is zo moeilijk, kijkers. Oh, jezus, hé. Nou, laten we maar gewoon weer die kant op gaan. Sturen, dat moet ik ook niet doen, want dat gaat helemaal fout. Oh, zo, kijk. Als ik gewoon niet stuur. Wow, wow, kijk eens. Ho, is achteruit. En weer die kant op. En weer... Oh, nee, niet richting het land. Oh, we moeten even sprongetjes hiermee maken, hoor. Testen of we hier sprongetjes mee kunnen doen. Oh, oh, oké. Sturen is echt de boosdoener. Als ik gewoon alleen die kant op ga... Kijk, dan gaat het nog wel. Als ik één kant op ga... Daar gaat het nog wel. Oh, we gaan nu ook wel heel snel, hoor. We gaan nu ook wel heel snel. Oh, oh. Oh. Zo, ik ben wel heel ver van huis nu. Ik vind het een beetje eng worden. Laten we maar deze kant op gaan, gewoon. Oh, jee. Oh, jee. Niet op het land. Niet op het land. Oh, nee. Oh, nee. Oh, wat hij slaat de boel, kijk eens. Oh, oh. Oh, hij slaat de boel. Wat gebeurt er? Oh, nee. Oh, nee. Nee. Oh, oh, wow. Ah. Zo, ik ben wel echt heel goed hierin. Kijk eens, niks kan mij laten vallen hiervan. Behalve dat. Behalve als ik zelf gewoon struikel. Maar hoe kom ik hier nou... hoe krijg ik hem hier nou uit? Bananenboot is niet zo slim voor jou, hè? Kom. Hij komt los. Weet je wat, we stappen wel gewoon weer op en we kijken hoe we het gaan regelen. Geregeld. Nou, hij is gewoon weer lekker in het water. Laten we kijken. Oh, dat stuur is zo moeilijk, hè. Ik moet even goed aanlopen krijgen. Als ik nou gewoon alleen gassen nou, waar ga ik dan heen? Oh, kijk, dan gaan we snel. Alleen gassen nou is de key, jongens. Alleen gassen nou is de key. Oké. Ik moet misschien vanuit stilstand richting het stad. Dit wordt, kijkers, dit wordt spannend. Oh, oh, daar gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we, kijkers. Daar gaan we. Wow, wow. Oh nee, dit was veel te hard. Ik klikte op Denki Boost Button, dat was niet de bedoeling. Ik wilde een beetje op de noodrem klikken, zodat we niet landen. Oh, 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 oh nee. Oh, in het water, in het water. Au. Ah. Nou, we waren bijna in het water geland. Oh, dat had ik toch zo leuk gevonden. Kom op, kom op, kom op, kom op, nog een tikkie. Oh, je hebt nog één tikkie nodig en dan ben je in het water. Kom op. Kom op, kom op, kom op. Want dan kunnen we weer Denki Boost Button gebruiken en dan kunnen we hier weg. Als je in het water bent, kunnen we er weer van door. Ga er nou gewoon in. Goed zo.
Nou, hoppakee. De bananenboot is in het water weer. Als we hier niet waren geland, dan was het echt veel te leuk geweest. Oké, maar nu, kijk, de boostputter werkt alleen echt gewoon in het water, weet je. Hoppakee, zo hé. Nou, laten we kijken of we hem kunnen gebruiken. Op hoop van goede zegen. In 3, 2, 1. Oh ja, en wat was ik van plan om nou nu te doen? Ik dacht, ik stap af, maar dat werkte niet. Nou, dit was ook niet echt de bedoeling. Anna Rex, gaat het wel goed met je? Je ziet er een beetje verdrietig uit. Volgens mij rijdt hij ook gewoon door de stad, hoor. Kira rijdt ook door de stad. Au. Maar niet goed. Oké, kijk eens, een hele lange tijd terug dat ik met de andere boot was. Was mijn goal om vanaf deze rechterkant over die toren, over het hele land en dan daar te landen. Dat was mijn doel. Dat was vorige keer soort van gelukt. Alleen toen landde ik zeg maar heel ver daar. Ga kijken of we het nog een keer kunnen doen, maar nu goed. We gaan het proberen. Er zijn heel veel golven hier, maar dit gaat goed komen. Dan gaan we kijken eens in 3, 2, 1. Deze keer gaat het wel lukken. Ik heb er vertrouwen in. Dit is al een goed begin. Dit is al een heel goed begin. Hier ben ik echt wel heel blij mee dat we nu al de hele andere kant op gaan en zo. Waarom ga je deze kant wel goed op? De andere kant doe je zo moeilijk en dan ga je wel goed deze kant op. Kijk eens, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Daar gaan we. Oh, dit is een goed begin. Dit is een heel goed begin. Kom op. En spring! Oké. Nee, oké. We gaan wel gewoon de andere kant op. We proberen die kant wel gewoon voortaan. Oh, we gaan ook wel heel diep naar beneden. Oh, nee. Wow. Henkie Poes, punten 3, 2, 1. Ja! Wow. Hè? Wat gebeurt er? Nou, dit is een onderneming die erg bijzonder is. We kunnen gewoon vliegen, kijk eens. Het is gewoon zo vet. Dus als ik nu zeg ik wil naar links, dan gaan we plotseling heel hard naar beneden. Oké. Ah! Hey, nou, toen stonden we stil. Dat was een apart iets. Nou, bananenboot, je bent een beetje mislukking, moet ik wel zeggen. Want je ging veel te veel alle kanten op en zo. Je hebt geen goede controle. Maar dat maakt niet uit. Gelukkig zijn we dicht bij huis. Waar ben ik? Wat is dit? Waar ben ik helemaal? Moet ik nou serieus helemaal naar huis? Oh, nou weet je wat? We rennen wel gewoon lekker helemaal naar huis. Ik hoop niet dat ik struikel. Dat zou het zijn. Oké. Ik heb geoefend met Mount Danger. Ik heb geoefend bij Mount Danger om niet te struikelen. Dit kan ik. Dit kan je, Henkie. Gewoon rennen. Niks aan. Henkie. Au. Ik zei nog niet struikelen. Waar ben ik helemaal? Ik ken deze hele buurt niet. Nou, weet je wat? We rennen wel gewoon naar huis. 2 voertuigen verloren vandaag. En mijn monster truck en de bananenboot. Nou, we zijn weer lekker thuis. Ik vond het wel heel leuk. Het was zo leuk om gewoon lekker met de bananenboot rond te varen en allemaal gekke dingen te doen. We waren gewoon echt heel ver. We hebben gevlogen en gezwommen en vaak onder water. Zo'n hele pak is doorweekt. Inmiddels niet meer door het rennen. Oh, maar ik vond het zo gezellig. Dan is het bij dit ook het einde van de video, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb veel mijn best gedaan met de bananenboot, maar het was gewoon niet een heel groot succes. Maar soms gebeurt het. Ik heb zoveel dingen inmiddels al gemonteerd. Dus comment in de reacties wat jij graag wilt zien. En dan ga ik dat monteren. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Abonneer allemaal eventjes. Doe even like. We gaan voor 4000 likes. En dan spreek ik jullie later. Glaasje water telt tot 4. Een gevogelte is een gier. Doei! Yeah.